Deze beschouwing die gaat over schoonheid en dankbaarheid. Het wordt een filosofische, nadenkende, maar ook wel een beetje politiek, een beetje maatschappijkritisch, een beetje van alles wat. Maar schoonheid en dankbaarheid, dat zijn twee dingen die kosten niks. Ze kunnen wel geld opleveren als business. Hoe kan je nou dankbaarheid en dan geld verdienen? Nou, dat kan wel. Als je in de verkoop werkt en je bent heel dankbaar als mensen bij jou dingen komen kopen, dat voelen mensen. En die gaan dan meer kopen, omdat je zo dankbaar bent. Ik weet nog dat ik... ik was in het café, een tijdje terug hoor. En dan zaten er twee jonge mensen. Een jaartje op, ja, noem ik dan jongen, die zijn een jaartje op 30 of zo. En die ene die werkte als een manager van een verkoopteam. En ik had het met die. Met name met. Die kende, ik kende die jongen niet, ik kende wel zijn vriend. Die had ik eerder gesproken. En hem had ik nooit gezien. En hij vertelde dus dat hij manager was van een verkoopteam. En hij zei ik, oh, verkopen. Want ik ken dat, hè. Ik heb dat ooit... Ik heb daar les in gehad en ik heb het zelf veel gedaan. En ik ben een hele goede verkoper. Ik kan echt een ijskast verkopen aan een Eskimo. Het is niet zoveel werk voor mij. Oh, Perry, dan ben je immoreel. Nee, dat is helemaal niet waar. Kijk, je bent verkoper of je bent het niet, snap je? En ik had het met die jongen dan, die verkoper, die manager van die verkoopafdeling, over ja, de aard, de kunst van het verkopen. En die jongen die zat me aan te kijken en die zei van... Wauw man, als ik jou zo hoor, daar moet ik mijn team mee aan gaan sturen. Daar gaan we nog veel meer verkopen. Waarop zijn vriend zei, zo tegen mij en tegen zijn eigen vriend, van ho, 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 ho. We gaan dit soort mooie waarheden niet gebruiken en ten gelde maken. Ja, het had mij niet uitgemaakt hoor. Maar die ene jongen, die ging dat dus echt te ver. Ja. Dat je de dankbaarheid, en dat is iets dat straal je ook uit namelijk. Ja. Het overstijgt bijna het fysische. Ik zei het hoor, dit wordt een filosofisch praatje. Maar het fysische, van de fysicooi, het waarneembare. Dankbaarheid is ook iets dat zit in je gevoel. Dat zit ook in je aanwezigheid. Ik moet nu denken aan een uitspraak van Jiddu Krishnamurti. En als je dat niet weet, wie dat was een jonge man. Ooit was hij een jonge man. En die leefde in armoede met zijn broer. Straatschoffies. En toen kwam er in zijn stad een scoutingclub. Zo heet dat, denk ik. Hè? Als je ook een voetbalscout hebt. Een scoutingclub. En die waren op zoek naar de Maitreya.
En de Maitreya, dat is een begrip en dat komt uit de, onder andere de Theosofie, die leer van Helena Petrovna Blavatsky, die Russische aristocratische sigarenrokende vrouw. En die waren, en de Maitreya is dan de wereldleider. En dan moesten ze iemand hebben met een, ja, een onbesproken karma of zo. En ze dachten in Jiddu Krishnamurti dat gevonden te hebben. Dus ze hebben hem gegroomd. En hij had bedongen van, nou, ik wil best met jullie aan de slag en dan kom ik wel, doe ik wel mee. En mijn broertje gaat ook mee. En dat mocht. Zijn broertje kreeg vanaf dat moment ook elke dag te eten en ze hadden een plek om te slapen. En dat was voor Jiddu Krishnamurti en zijn broertje een hele verbetering in hun, nou, hoe oud waren ze toen? 12, 13, 14 jaar. Er schijnen ook wat rare dingen te hebben plaatsgevonden met seksuele activiteiten. Maar daar weet ik geen details van. Dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Het wil ook niet zeggen dat het waar is, maar het wordt gezegd. Nou, en Jiddu Krishnamurti die heeft, toen hij achter de betekenis kwam van hetgeen dat ze van plan waren met hem, namelijk dat hij een geestelijk leider zou worden, à la de paus of zo, toen heeft hij bedankt voor de eer. Heeft hij nog één keer een toespraak gehouden? En dat was het dan. En Jiddu Krishnamurti die is in Nederland neergestreken in Ommen. Dat is in Overijssel. Hoe heet dat gebied? Twente of zo? En aan hem werd ooit eens gevraagd, hoe beleef jij nou jouw wereld? Want hij was een man van dankbaarheid. Hij genoot van ieder moment. Het was ook een heel bijzonder iemand om bij in de buurt te zijn. Je voelde als het ware dat hij er was. En hij zei als antwoord op die vraag, hè, van dat als hij een kamer binnenkwam, dat hij dan die hele kamer in zich opnam. Inclusief de kleur van de gordijnen en hoe hoog de gordijnen hingen en of er een ding aan de gordijnen hing om die gordijnen dicht te trekken. Zo'n stok of niet, of een koord. Of. En hangen de gordijnen voor de verwarming of achter de verwarming of boven de verwarming. En dat zijn alleen de gordijnen nog maar. En dan heb je nog een vensterbank en staan daar planten in en wat van planten. En dat is eigenlijk, ik zie eigenlijk al die dingen in één keer. En dan denk ik, wauw. Wat een mooie kamer, bijvoorbeeld. En dan kom je aan het begrip schoonheid. Zij ging als het ware op zoek naar schoonheid. Alles wat schoonheid was, dat trok zijn aandacht. En dan was hij dus altijd omringd met schoonheid, omdat hij daarop lette.
En als je er niet op let, op schoonheid, hè, dan is die schoonheid er ook niet voor jou. Dus als je het hebt over objectieve werkelijkheid en subjectieve werkelijkheid, dan geldt dat voor schoonheid. Waarbij dan nog wel blijft dat iets objectief schoon is. Zo'n schoonheid. Het schön. Oh, het mooi. Dat is objectief. En niet iedereen zal dat ervaren op een bepaald moment. Ik weet nog dat ik ergens was met een vrouw. En ik wees ergens op. We knikten in die richting. En ik maakte haar duidelijk van, kijk eens wat mooi, hè? En je keek tussen wat bomen door, over wat struiken heen. En daar lag een meer. En daar waren en meerkoetjes en eenden en een paar meeuwen en een paar waterhoentjes. En in dat meer was een klein eilandje. En achter, aan de andere kant van het meer, achter dat eilandje, had je rietkragen en nog meer berkenbomen. En dan daar weer achter een kerktoren. Zo. En daarboven van die donkerblauwe wolken waaruit regen kan gaan vallen, maar nu nog niet. Wat had net geregend. En dat geheel ondergedompeld in een saus van zonneschijn. En ik zei, goh, wat mooi. En zij zei, ze keek ook die kant op. En haar blik bleef steken bij een vuilnisbak die volgepropt zat met verpakkingen van Jan Patat. Die kennelijk ook frikandellen verkocht, want een bakje waar frikandel in had gelegen, die lag naast de vuilnisbak op de grond. Zij zei, maar de rotzooi. Ik snapte helemaal niet wat ze bedoelde. En toen ik in de gaten kreeg dat het om die vuilnisbak ging, als zij ziet een vuile, volle vuilnisbak. En ik denk, ja, het is nu zaterdag. Dus gisteravond, toen de jeugd klaar was met hun o zo belangrijke mbo-opleiding. En dan zijn de jongelui eindelijk vrij. En dan gaan de jongens op de brommer met de meisjes achterop naar Jan Patat. En dan halen ze voor €20 aan vettigheid en die eten ze op aan de rand van het meer. Ik denk, wat leuk. Ik zag het echt zo voor me. Allemaal van die brommetjes. Van die meisjes. En ze hebben nog geprobeerd om al het afval in een vuilnisbak te proppen. Nou, dat is dan niet helemaal gelukt en dat is dan jammer. En het is vandaag zaterdag en nee, en dan komt de schoonmaakdienst niet, want die heeft vrij. En die is dan maandag weer. Nou. Ik kan daar dus nog de schoonheid van inzien. Omdat je naar iets anders kijkt. Als je alleen maar denkt van, oh, iemand heeft Jan Patat is lang geweest. Nou, die heeft allemaal bakjes in. Dat ligt er daarnaast. Nou, ik vind dat maar een rommeltje. En die vrouw, dat was de moeder van mijn kind. Die heeft dus in haar leven heel weinig dankbaarheid. Eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk weet ik niet, kan ik niet iets noemen waarvan zij in de 11 jaar dat ik intensief met haar omging, zo goed als elke dag met haar omging,
In die 11 jaar heeft zij mij niet van een ding gezegd dat ze daar dankbaar voor was. En ook niet laten doorschemeren. Ook niet gedaan alsof ze dankbaar was. Eigenlijk alleen maar gedaan als... Maar nou is dat alles. Ik had er meer van verwacht. En het is niet leuk om met zo iemand om te gaan. En daar kan ik dan eeuwig over klagen. Belangrijker is het dat jij niet zo moet zijn. En dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat schoonheid... dat iets is om je op te concentreren. En dat dankbaarheid het enige is wat jou als emotie past. En wanneer je die schoonheid niet ziet en die dankbaarheid niet voelt, dan ben jij ongelukkig. Ik hoorde een verhaal, een anekdote van een christelijke, hoe dat noemen, een podcast. Zo'n radiostation via internet. Ik weet niet meer welke. En daarin werd het verhaal verteld van een mismaakt mens. En die was verstoten door zijn moeder. En toen heeft een christelijk gezin die mens geadopteerd. Maar die was dus net geboren. En oneerbiedig gezegd ging het hier om een hoofd met en net als dat karakter in wat is het, Family Guy of zo? Dat is een heel groot hoofd en een heel klein lichaampje. En die mens, die kon niet voor zichzelf zorgen. Daar was geen sprake van. Dus dat moest dat gezin dan doen. Dat gezin heeft dat gedaan. Dat gezin heeft daar vanuit hun moraal voor gekozen. Van, die mens is verstoten door zijn moeder. Kom maar op. Waar er 5 kunnen eten, kunnen er ook 6 eten. En die mens die, toen die volwassen werd, werd hij iedere ochtend naar zijn werk gebracht. En dat hield in dat ze hem neerzetten ergens op de stoep in de stad. Met tekenmateriaal, schildermateriaal. En dan ging die mens tekenen, schilderen en voorbijgangers kochten zijn tekeningen en schilderijen. En dan aan het einde van de middag, dan werd hij opgehaald. En mee naar huis genomen. En dan kreeg hij te eten. En een bedje en zo. En 's morgens werd hij weer op de stoep gezet. En hij werkte dus ook nog. Hij was dus niet aan het bedelen. Hij verkocht zijn tekeningen. Of zij. Mooi verhaal, vind je niet? Echt gebeurd.
Ook met mensen met Down syndrome. Daar zitten er tussen, die zijn enorm dankbaar en vriendelijk en prettig. Ook al zijn ze zich misschien bewust van hun handicap en hun... Ja, maar die zullen dus niet zoals die transgender-idioten lopen klagen van... Ik ben geboren in het verkeerde lichaam en kan mijn lichaam even aangepast worden. Op kosten van de samenleving. Nou, kan het ook niet met iemand met Down syndrome, maar ze zeuren er ook niet over. En dat doen die transgenders wel. Die zijn niet dankbaar. Dat is een probleem. Dat is een probleem voor die mensen. Het is ook een probleem voor ons dat wij ons blauw betalen aan die vrijwillige castraties. Want het kost alleen maar geld, zo'n castratie. En er zijn er ook nog bij die als ze één keer gecastreerd zijn, dat ze later zeggen, ja, ik heb er spijt van, kan ik weer terug. Dan kunnen we 2 keer betalen. Als het al kan. Ondankbare mensen zijn het. En de mensen die dan die schoonheid niet zien, die hebben dat naar mijn mening ook allemaal. Dus als iemand ondankbaar is, dan heeft hij ook geen gevoel voor schoonheid. En vice versa. Dus als het één is, is het andere ook. Kijk, die man of vrouw hè, die dan verstoten was door zijn moeder en helemaal mismaakt en alles. En die het een dagen doorbracht op de stoep ergens in een stad, Santiago of zo. Het was wel in Amerika, in het zuiden van Amerika, waar het lekker weer is elke dag. En mensen kochten zijn tekeningen. Ja, dat komt omdat hij schoonheid zag. En dan die schoonheid die je ziet, die kan je dan doorgeven in je tekening. Dus ik had het net over geld verdienen aan dankbaarheid, maar je kan ook geld verdienen aan je gevoel voor schoonheid. Op die manier dus. Je kan trouwens ook, ik had het met de dankbaarheid, hè, dat je dus bij het werken, als je dankbaar bent voor het feit dat je mag werken, dat je het zo ziet, dan gaat je werk gaat veel lekkerder. Dat levert ook weer geld op. En als je dus een gevoel hebt voor schoonheid, dan kan je dat uitdrukking geven, in dit geval van het voorbeeld van die man die zo mismaakt geboren was en verstoten door zijn moeder, in een tekening of een schilderij. Maar er zijn heel veel manieren om die schoonheid door te geven. Je kan mooie verhalen gaan schrijven. Echt mooie dingen. Een mooi gedicht schrijven. Je kan ook mooi koken. Kun je ook. Je kan ook esthetisch koken. Leuk hoor. Ik zou zo even niet weten hoe het moet, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat je iets maakt wat heel mooi is. Vanille bavarois met frambozen. Dat moet er prachtig uitzien. En je gevoel voor schoonheid is een hele belangrijke. En je gevoel voor dankbaarheid is heel belangrijk. En schoonheid,
Dan moet je eens gaan afvragen. Moet jij er gewoon, je zou hem even op de pauze-button moeten drukken. Dat gebeurt altijd bij die schaakfilmpjes. Hè? Dan is er een bepaalde stelling en dan zit er een geniale zet voor zwart komt eraan. En dan moet je op de pauze-button drukken. En dan gaan nadenken over die set. Nou, dat moet je nu ook even doen, maar dan met de volgende vraag in je achterhoofd. Waar komt schoonheid vandaan? En dan moet je eens proberen te doen zonder dat je uitgaat van het feit dat jij geschapen bent door de Heere Heren. Geen God in het spel. Gewoon zonder God erbij. Gewoon uitgaan van het feit dat jij niets meer bent dan een verzameling van atomen. Die dan kijkend naar een andere verzameling van atomen denkt. Jeetje, wat een mooie verzameling van atomen. Hoe kan dat? Hoe kan het nou zo zijn dat een verzameling atomen andere atomen waarneemt? Nou, dat is op zich al vrij opmerkelijk natuurlijk. Maar daar gaan we nog een stapje verder in. En dan gaat die eerste verzameling van atomen zeggen van die tweede verzameling van atomen. Jeetje, wat mooi. Zoals ik bij die wandeling, wat zag ik allemaal? Ik keek tussen bomen door. Nou, bomen zijn verzamelingen van atomen. Ik keek over struiken heen. Nou, struiken is een verzameling van atomen. En daarachter lag een meertje, dat is water, dat zijn atomen. Waterstof en zuurstof. En wat zat er in die bak met waterstof en zuurstof, atomen? Ja, daar zaten eenden. Nou, dat zijn atomen. Waterhoentjes, dat zijn atomen. Meeuwen, dat zijn atomen. Allemaal atomen, atomen, atomen. Allemaal zakken met allemaal atomen. Verzamelingen van atomen. Dus het is een verzameling van verzamelingen van verzamelingen van verzamelingen van atomen. En dan heel veel verzamelingen van verzamelingen. En dan daarachter heb je een eilandje, dat is ook een verzameling van atomen. En dan achter dat eilandje heb je een rietkraag, dat is ook weer allemaal atomen. En wat berkenbomen, allemaal atomen. En daarachter nog een kerktoren, dat is ook weer een verzameling van atomen. En dat geheel, er zitten wolken boven, dat is ook allemaal atomen. Hè? Dus al die atomen, 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 atomen. En dan ik denk, jeetje wat mooi. En ik ben op dat moment daadwerkelijk rijk. Ik heb een lekker gevoel. Ik ervaar een waarde. En hoe kan het nou? Uitgaande van atomen. Alleen atomen. Hoe kan dat? Hoe kunnen atomen nou gelukkig worden van het aanschouwen van andere atomen? En hoe kunnen bijvoorbeeld de atomen die dan de vrouw, de moeder van mijn kind vormen, op dat moment dezelfde kant uitkijken en die worden er ongelukkig van, want ze zien alleen maar rotzooi. En die atomen, en die atomen van mij allemaal van, oh leuk. Hoe kan dat nou? Nou, dat kan je dus niet verklaren als je niet uitgaat van een schepper. De moeder van mijn kind, ik weet het moment nog precies. Ik heb nog foto's van die vakantie. Op vakantie, we waren met haar ouders en haar broer naar Stavelot. En dat ligt vlakbij dat racecircuit in de Ardennen, bij de Hoge Venen, in dat gebied. Daar hebben ze ook die oorlogstoestanden gehad. Die verschrikkelijke, je snapt het wel. In de Tweede Wereldoorlog was dat toch?
Nou, we waren daar aan het wandelen. En de moeder van mijn kind die keek naar de lucht en die zag de zon er doorheen breken. Door zo'n gat in de wolken. Dan krijg je van die zonnestralen. En dan is het net alsof de lichtbron heel dichtbij is. Is je dat wel eens opgevallen? Dan heb je zo'n gat in een wolkendek. En dan komen er van die stralen uit. Maar die gaan dan vanuit dat gat in het wolkendek naar links en ook naar rechts. Dus dan is het net alsof er een lamp is. Die dan misschien maar 100 meter boven dat gat zit. Hè? En dat is natuurlijk niet zo, want de zon die staat echt wel op een eindje weg hoor. Maar dat komt omdat er boven, je hebt dus de wolkendek eronder, dat zijn dan vrij donkere wolken. Met veel gecondenseerd water, die hebben die donkere kleur. En dan daarboven heb je van die wolken, die bestaan echt alleen maar uit waterdamp. Die zijn mooi wit. En die laag daarboven, die wordt aangeschenen door de zon. En dat is een soort melkwitte laag, dus zeg maar. Of wolkenwit, moet je zeggen. Wolkenwitte laag. En die begint alle kanten die zonnestralen door te geven. Maar dat gaat ook naar boven toe. Dat reflecteert ook terug naar boven. Maar ook naar links en naar rechts. En dat schijnt dan ook als een dekentje door dat gat heen. Dus dan krijg je onder dat gat dat je dan van die uitlopers ziet. En ze keek daarna en toen zei ze, ik kan me voorstellen dat mensen door het aanschouwen van dit fenomeen en dat ze dan ook zien hoe mooi het is, dat ze dan gaan geloven in God. En toen dacht ik, zo meisje, je zit er vlakbij. Nu even doorzetten. Die schoonheid die zij zag, en dat was, ik zag ook wat zij zag, en dat was heel mooi. Ik vind het ook een heel mooi gezicht. Als je zo'n donkere lucht hebt en dan zit die andere wolkenlaag erboven. En dan krijg je van die stralen, en je kan dus die zonnestralen zien. Dat komt omdat onder dat gat in dat wolkendek, daar is, er zijn dus kleine, hele kleine waterdruppeltjes. Daarom kan je die stralen zien van dat licht. Ja, dat is allemaal heel mooi. Ja. Ik zag het ook. En zij ziet dan op dat moment dat wat ze ziet, dat objectief mooi is. En trekt die conclusie van het bestaan van God. Maar heel oppervlakkig. Ze kwam niet verder als te zeggen, ik kan me voorstellen dat mensen bij het aanschouwen van die schoonheid gaan geloven in het bestaan van God. Ja, en dan dus, de stap die je moet zetten als mens is dat je laat bevangen door die schoonheid. En dan weet dat je geschapen bent. Omdat jij die schoonheid kan ervaren. En die schoonheid die is daar omdat God het beste met ons voor heeft. Als dat niet zo was, dan was de hele wereld balgeluk geweest. Want dan had het hem helemaal niks geïnteresseerd namelijk. Maar dat is dus niet zo. De wereld is mooi. Met een zonsopgang en een zonsondergang en noem het maar op. Mijn dochter, die was bij mij. Gisteren kwam ze even langs. En ze kwam bij mij binnen en ze was koud, joh. Ze was helemaal nat geregend. Want ze moest van haar stage fietsen naar het station. En dan de trein naar, heel ingewikkeld, de trein naar Ede. En dan de trein naar Arnhem en dan lopen naar mij. En dan moest ze nog uit naar huis lopen. Ze woont ook hier in de stad. Dat is wel leuk.
Want ze kwam even bij me langs om te helpen met wat dingetjes. Zij was koud, joh. En dan vertelde ze dus dat ze helemaal nat geregend was tijdens die fietstocht van een half uur. En ik voelde ze aan de kleren, die waren doorweekt, man. Ik zei, oh, kom op. Alles uit. Dus, ja, net als vroeger, hè, toen ze dan heel klein was. Alles uit. En ik had een joggingbroek voor haar. Alles schoon, hè. Ik had een joggingbroek en t-shirt met lange mouwen en een sweatshirt en lekkere dikke sokken. De sokken waren ook allemaal nat. Alles in de droger. En toen vertelde ze, toen ze lekker warm geworden was. Ja, zei ze, toen was ik aan het fietsen. En dan keek ik zo naar rechts. En dan zag ik daar de ondergaande zon. En dan keek ik naar links en dan zag ik juist iets heel anders, waar de ondergaande zon tegenaan scheen. Toen zei ze, ja, het was aan de ene kant wel heel vervelend dat ik ontzettend nat werd. En er was ook nog hagel, zat er ook nog tussen. Dus niet alleen regen, maar ook van die ijsleuke dingetjes. Maar, zei ze, het was wel een hele mooie fietstocht. En dat heb ik wat tegen haar gezegd. Goed zo, meisje. Dat doet me deugd. Dat doet mij daadwerkelijk deugd. En zij is dan atheïstisch. Zij trekt nog niet die conclusie dat ze haar ervaring van die schoonheid niet kan verklaren zonder dat je aanneemt dat er iets is, zoals de God van de Bijbel. Zover is ze nog niet. Maar het is een vrouw en voor een vrouw geldt dat die daarin wat langzamer zijn dan een man. Kijk, vrouwen zijn in een aantal dingen sneller dan een man. Dus is het niet meer dan redelijk dat ze ook in een aantal dingen wat langzamer zijn dan een man. Anders zou het oneerlijk zijn van God. Maar vrouwen zijn wat langzamer, wat in het ervaren van het spirituele. Als vrouwen spiritueel worden, schiet me net even te binnen, dan wordt het heel snel materiële spiritualiteit. Dus dan gaan ze ritueeltjes doen. Dan gaan ze, weet ik veel, en de blote kont in een bos. Gaan ze een kring vormen, een vuurtje in het midden. En dan gaat er eentje wat roepen en dan gaan die anderen, dan weet ik veel, dan gaan ze een koortje zingen of zo. En dat noemen ze dan spiritualiteit. Dat is het natuurlijk niet. Dat is in je blote kont in een bos staan. In een meer niets. Spiritualiteit, dat is ja, eigenlijk iets waar je het niet over moet hebben. Je moet je Bijbel begrijpen en dat is genoeg. Je Bijbel begrijpen en dankbaar zijn. Dat is ook een dogma. In het protestante geloof. Dat je leven dient te bestaan uit boetedoening. En je moet continu betalen voor de schoonheid die je consumeert. En voor het leven dat je geschonken is. En ja, je mag niet zomaar leven, dat kan niet. Je moet boete doen. Het wordt vaak niet goed begrepen. Dat mensen denken van ja, dat op die manier dan mag je helemaal niet genieten. Maar dat is het niet. Je moet je bewust zijn dat je geniet. Je moet genieten van dat wat je geboden wordt. Dat is het.
En dat betekent eigenlijk al dat je al vrij snel aan het genieten bent. Zonder dat er hele bijzondere dingen zijn. Je moet de mensen de kost geven die... Ja, die staan in de file en die balen alleen maar dat ze in de file staan. En ze hebben niet in de gaten hoe de zon aan het ondergaan is en dat daar iets geweldigs afspeelt. Ik weet nog een keer dat ik terugrij over de A9 van Haarlem uit naar... Dan kom je vanuit Haarlem die kant en dan rij je langs Amstelveen rij je naar de A2 toe. Als je een beetje Nederland op de wegen kent, dan moet je dat kennen. Ja, en dan rij je van het westen naar het oosten. En toen zag ik van een beetje naar links, links voren en dan omhoog, zag ik de wolkenpartijen. En die wolken die waren heel hoog. En ik was aan het fantaseren over waar die wolken wel niet, waar ze wel niet hingen. Die hingen niet boven Almere. Die waren heel ver weg. En die werden aangeschenen door de zon die achter mij aan het ondergaan was. Het was 7 uur 's avonds of zo. Het was een partij, man. Oh, wat was dat mooi. En ik weet nog dat ik tegen mijn toenmalige vriendin zei... Zo'n soort grapje van ze zouden dit moeten verbieden. Want automobilisten die zouden bevangen kunnen raken van de schoonheid en dan vergeten om te sturen. Of om op tijd te remmen. Dat is zo gevaarlijk. Dat je ook langs een snelweg geen foto's moet ophangen van half blote vrouwen. Daar krijg je ongelukken van. Omdat het de aandacht afleidt. Kijk, die schoonheid, die... Ja, en als jij dat ook hebt, je bent gezegend. Je bent gezegend. En als je het niet hebt, moet je eraan gaan werken. En ik denk dat je, als je eraan wil werken, dat je dat het beste doet door jezelf al die schijn, schoonheden... om jezelf die te ontzeggen. Ik denk nu gelijk aan het begrip vasten. Het viel mij ook op, hè. Ik ben een hele tijd terug en toen ben ik gestopt met het drinken van alcohol en het roken van tabak en het roken van wiet. Maar nog veel meer dingen. Ook geen suiker meer en geen koffie meer en geen zwarte thee meer. En, zeg het maar, echt van alles niet meer. Ook geen scherpe kruiden meer. Alles niet meer. En dan gaat je smaaksysteem... gaat zich aanpassen. Je proeft veel meer. Dus ik ging in een gedroogd stukje fruit. Dat werd voor mij heel erg lekker. Terwijl daarvoor zei het me helemaal niks. En dan kwam ik van mijn werk en dan voor het avondeten lekker een whisky drinken. En dan lekker eten met vlees en een lekkere scherpe kruiden met curry. En dan een koffie met ook nog een whisky erbij. En dan gaan we blowen. En dan gaan we snoep eten, want dat is wel lekker bij het blowen. Dan gaan we nog meer blowen, dan gaan we nog meer snoep eten. En we drinken onderbij al bier of zo. Ja, in zo'n dieetmenu past niet een gedroogd stukje fruit. Dus dan vind je dat ook helemaal niet meer lekker, dan zeg je dat helemaal niks. Maar als je er helemaal mee kapt,
En als je dan iets drinkt, dan drink je water. En meer niet. En af en toe een rooibos theetje. Zo. Af en toe. Maar voor de rest drink je, als je wat drinkt, drink je alleen maar water. Moet je eens een keer doen. Kijken wat er gebeurt. Dat is ook, dat zal toch filosofisch worden, hè? Lekker, niet te bijzonder, niet, maar even over stoppen met roken dan, hè? Als je stopt met roken, moet je dat voor de gein eens doen, dat je dat plaatst als een onderdeel in stoppen met bevredigingsmiddelen. Misschien moet je ook wel stoppen met porno. Je zegt, nou, ik rook niet meer, ik krijg geen porno meer. En als je dat doet, hoor, ik zeg niet dat je dat doet, maar... Maar al die kunstmatige bevrediging, kappen. Want tabak roken is jezelf kunstmatig bevredigen. Het is een uiting van ondankbaarheid als je rookt. Dan ben je er is kennelijk iets niet goed. Want waarom zou je roken? Sinds wanneer is het leven zonder tabak niet goed genoeg voor jou? En dat zit er dus achter, snap je? Roken is ingeblikte tevredenheid. En sinds wanneer heb je dat nodig? Je bent toch dankbaar voor wat je hebt? Nou, en daar past niet bij dat je... daar iets aan gaat lopen veranderen. Ik moet nu ineens denken aan de vader van mijn moeder... En die vrouw die kon best lekker koken. En die maakte dan op zondag groentesoep met balletjes. Tenminste, als ik er was, was er altijd groentesoep. Dan was het 4 uur of zo en dan wie wil een soep? En ik vond het lekker. Ik vond het lekkere soep. En dan mijn opa, die kreeg dan ook zo'n kom met soep. En mijn oma, die zette netjes heel getrouw de peper en de zout ook op tafel. En hij pakte dan zo'n peperdingetje. Dat verkopen ze niet meer. Dat waren van die blikken busjes. En dan die deksel aan de bovenkant kon je in de rondte draaien. En dan had je van die kleine gaatjes en van die grote gaatjes. En middelgrote gaatjes. En dan draaide hij aan het dekseltje dat hij die grote gaatjes voor had. En dan rats, 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 rats. En dan ging er een 1,5 theelepel witte peper bovenop. En dan roerde hij zo'n 1,5 theelepel witte peper door die kom soep heen. En dan werkte hij dat allemaal naar binnen. Hij zei ook niet echt van lekkere soep of zo. Nee. Ik heb die man nooit dankbaar gezien voor het feit dat zijn vrouw soep voor hem... voor hem ook maakte, ook voor de visite. Maar die vrouw doet altijd kookwerk, of niet? En toen was hij dood. En toen kreeg mijn oma, het huis was echt veel te groot geworden... Het was een eensgezinswoning met een voortuin en een achtertuin en een trap. En er was een woningje voor aangevonden, een flatje. Alles gelijk vloers. En dan had ze dan 2 slaapkamers. En een woonkamer met een open keuken en een halletje. Nou, een toilet en een schoonmaakkast of zo. Dat was precies goed genoeg voor haar. En dan zat ze in een flatje en dan was ik bij haar bezoek. En dan vroeg ik aan haar van, goh, oma, mist u opa niet? Waarop ze mij aankeek en zei van, missen? Ik ben blij dat hij dood is. Kijk, zo wil je toch niet de pijp uitgaan? Nee, dat wil je toch niet? Je wilt toch herinnerd worden als... Hè? Ja, dat is wel het minste wat je wil, is dat mensen zeggen van, ik mis hem een beetje.
Ik heb er met mijn dochter over gehad dat ik niet op prijs stel dat als ik een begrafenistoestandsplechtigheid ga krijgen, dat er mensen gaan zitten janken op mijn begrafenis. Alsjeblieft niet. Maar mijn oma die zegt van ik ben blij dat hij dood is. Kijk, dat hoeven mij nou ook weer niet. Dat is de andere kant. Die man was ondankbaar. Voor wat zijn vrouw deed, dat was hij niet dankbaar voor. Dus geen pluspunt. Hij was geboren katholiek ook. Hij heette denk ik ook. En dan Maria. En dan zijn achternaam. Iedereen heette eigenlijk Maria, hè, bij die katholieken. Johannes. Maria. Ja, ja. Maar voor jou dus. Hè? Dus je moet werken aan je schoonheid. Je schoonheidsgevoel, je schoonheidsbeleving. Daar moet je echt heel veel tijd voor uittrekken. Dat levert je zoveel op. En dan ga je maar niet kijken naar al die vervangende schoonheidstoestanden. En dus roken is vervangende dankbaarheid. Maar je hebt ook vervangende schoonheid. Bijvoorbeeld Netflix. Dat is ook bagger. In de regel dan, hè? Mijn dochter, die, voordat ze wegging, vroeg nog aan haar, wat ga je dan doen? Ze zei, nou, ik ga Netflix kijken. En wat dan? Nou, dan vertelde ze nou de D&D-serie. En die kende ik helemaal niet. En die vatten ze even samen, maar dat klonk eigenlijk wel eens een leuke serie. Over mensen die waren in de hemel beland, maar dat bleek eigenlijk de hel te zijn. The Good Place, zei hij. Ja, zei ze, en dan worden ook allerlei filosofen worden erin genoemd. Nou, dan denk ik, nou, dat is wel een aardige serie. Maar heel veel dingen op Netflix zijn pure bagger en helemaal niet leuk. Heeft niks te maken met schoonheid. En dan kan je dat beter maar niet kijken. Veel romans zijn niet, ja, eigenlijk niet te lezen. Heeft niks te maken met schoonheid. Vind ik best jammer. Er zijn zo ontzettend veel boeken en het is toch zo leuk om een boek te lezen. Maar heel veel boeken zijn, ja, hebben weinig te maken met schoonheid. Veel muziek is ook niet schoon, vind ik. Ik vind klassieke muziek dan nog meer te maken hebben met schoonheid dan veel moderne muziek. Ik heb zo'n vrouw die woont hierboven. En ik vind dat ze eruit ziet als een lesbienne. Waarop mijn dochter gelijk zei, hoe zien lesbiennes er dan uit? Nou ja. Ze loopt in mannenkleren en ze heeft van het opgeschoren haar. En voor de rest heeft ze een gedrongen uiterlijk. En ik denk dat ze ook O-benen heeft. Ze is niet zo groot. Zo iemand die heeft dat opgegeven om er aantrekkelijk uit te zien. Zo. Ja, dan niet. Dan doe ik wel mannenkleren aan. En die draait dan veel muziek, maar dat is er niet om aan te horen, man, die muziek van haar. Ze draait dan wel die oetje, 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 doem, 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 oetje, oetje, oetje. Ja, dat gaat maar door, man. Dat is toch geen muziek, gaat er weg. Dat heeft niks te maken met schoonheid. Dus een of andere sukkel, die heeft een computer geprogrammeerd. En daar is hij wel 2 dagen mee bezig geweest. En toen was het af en dan doet hij run. En dan hoor je oetje, 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 oetje. Dat is helemaal geen schoonheid. Dat is echt helemaal niks.
Nee, doe mij dan maar Bach of zo. Maar schoonheid en dankbaarheid, dat zijn dingen die passen een mens en dat is goed voor je. Het is goed voor je karma, het is goed voor je huid, het is goed voor je hoe je eruit ziet. Het is dus goed voor je, ja, je kan er zelfs meer geld door gaan verdienen. Maar goed voor je portemonnee ook. Kijk, mijn dochter betaalt dan niks voor de Netflix. Die lift mee met mijn moeder. Maar ja, heel veel mensen betalen voor Netflix. Ja, en daar zit niet veel schoonheid. Dus, dat is toch zo'n tientje in de maand wat je in je zak kan houden. En kan uitgeven aan iets wat wel schoonheid heeft. Of ga zelf iets doen met kunst. Ga zelf lekker schilderen. Waarom niet? Nou, mijn hobby is dan het schrijven van computerprogramma's. En daarbij gaat het mij ook om schoonheid. Nou, dat is dan mijn ding. Kost mij verder geen drol. Ja, ik heb een Mac, maar iedereen heeft een computer tegenwoordig. En ik verder helemaal geen bijzondere Mac of zo, hoor. Vroeger had ik dan wel een hele bijzondere machines. Die echt wel wat duurder waren. Maar tegenwoordig is het allemaal zo goedkoop geworden. Maar jij, ik weet niet wat jij leuk vindt met je schoonheidsbeleving. Zo, maar hier bij de HEMA, daar koop je schetsboeken. Of bij de Action, dan koop je schetsboeken voor een habbekrats. Een stift, je hebt ook zo'n winkelketen hier, die heet Solo. Nou, daar koop je ook de wereld aan tekenmateriaal. Ik begin wel wat. Een tijdje geleden ben ik begonnen met tekenen. En ik kan helemaal niet zo naturalistisch, waarheidsgetrouw tekenen. Heb ik mij nooit zo in verdiept. Maar ik kan wel, kwam ik dus achter. Ik vind, ik ga dan met een paar lijntjes een situatie vastleggen. Dat is toch heel leuk. En dan kwam ik, dat deed ik in de kroeg. En dan neem ik een bierveeltje. En of ik had mijn eigen pennetje bij me. Of ik vroeg een pennetje achter de bar. En dan kliederde ik zo'n veeltje vol. En dan nam ik dat mee naar huis. En dan inscannen. Ik heb een hele goedkope scanner. Dat kan jij ook aanschaffen. Kost echt niet zoveel. Tientjeswerk. Gaat een leven lang mee zo'n ding. Als je er zuinig op bent. Nou, dan scan je dat in. En dan in mijn Mac met ieder dingetje even de rommeltjes eruit weghalen. Een beetje schoonmaken. Misschien een lijntje met wat stippeltje mee. Die lijntje een klein beetje verbeteren. Het contrast goed instellen. En dan printte ik hem weer uit op A4. En dan nam ik even van die gekleurde stiften en dan ging ik hem inkleuren. Dat is best leuk werk. Ja. Naïef is het dan, hè? Naïeve kunst. Maar dat is ook leuk. Ik heb er een hele bak heb ik ervan. Dat is goed voor je. En de engelen in de hemel die die kijken zoet gevoiced over je schouder mee. Echt waar, hoor. Het doet iets met kijk, zeg het maar dat die schoonheid die roept. En als jij schoonheid produceert, dan roep je terug. Snap je wat ik bedoel? Dus er klinkt een roep en die komt zeg maar uit. Ja, die komt van God. Hè?
God die roept jou met die schoonheid en jij geeft die schoonheid terug. En dat wordt opgemerkt door de schoonheidsfabriek. Nou, zo kan je het zeggen, dat God is de schoonheidsfabriek. En die geeft het goede voorbeeld van kijk, dit is mooi en dat is mooi en zus is mooi. En als jij dan terugkomt met iets wat ook mooi is, dan ben jij dus gelijk God schoonheid aan het fabrieken. En gelijk God is hoe jij bedoeld was. Zal ik nu even dan... Ik moet gaan afronden, ik zit op het uur. Ik pak even mijn King James erbij, hè? Ja, hier staat het. Het is het eerste boek van Mozes. Mose 1, Sagen die Deutsche. En het wordt genoemd Genesis. In het Hebreeuws heet dit boek Beginnend. Bereshit. Dat is Hebreeuws. Dus de opening van het eerste boek, eerste hoofdstuk is... In the beginning God created the heaven and the earth. En in het Hebreeuws is dat Bereshit bara Elohim. Dus in het begin schiep God. Bara is scheppen. En dan de heaven, dat is Hasha Mayim. En the earth. En dan de earth is Haaretz. Er is ook een krant in Israël die heet Haaretz. Dat is de aarde. Maar dat staat hier in vers 26. And God said, let us make man in our image after our likeness. So. Dus God is de schepper van schoonheid. Anders kan jij schoonheid niet verklaren. Want schoonheid zit niet in die atomen die van elkaar kunnen zien welke atoomgroeperingen schoon zijn en welke niet. Dat zit niet in die atomen zelf. Dat komt van buiten de atomaire wereld. Dat komt dus van God. En God is de copyright schoonheid. En jij moet dat doorgeven. En dan ben jij gelijk God. Snap je? Daarin dus. Hè? Voor de rest ben je niet gelijk God. Maar je bent gelijk God daarin dat jij schoonheid doorgeeft. Als je het doet. Zo mooi, hè? Mooie filosofische beschouwing. En lekker veel huiswerk voor jullie. Dus je moet je Netflix opzeggen. En je moet een keer gaan vasten. Nou, doe het eens. Ga eens een keer vasten. Waarom niet, joh? Ik heb het ook gedaan, hoor. Er is niks mis mee. Oh, de beuk erin. Gewoon kappen. Gewoon stoppen met roken. Stoppen met zuipen. Stoppen met porno kijken. Stoppen met alles. Als je dorst hebt, drink je water. En als je eet, dan eet je iets. Jij geen eieren eten. Niet doen. Onzin eieren eten. Waarom zou je eieren eten? Slaat nergens op. Als je wat wil eten, dan eet je bonen met rijst. En dan breng je je smaakgevoel helemaal terug. En dan gaat je smaakgevoel weer helemaal openstaan. Want als je heel veel van die hele wilde smaken op je papillen krijgt, dan klappen je papillen van dicht. Als je gaat vasten, dan gaan die papillen, je smaakpapillen, veel receptiever worden. Veel ontvankelijker. Je gaat beter proeven. Ja, doe het eens. Als je het doet, dan zal je denken, goh, Perry heeft gelijk. En zou God dus toch bestaan? Door de schoonheid. Het is de deur.
Dat is een deur die je zelf open mag zetten. Nou, en op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie schoonheden, want dat zijn jullie allemaal. Jullie zijn schoonheden, jullie fabrieken schoonheid. En jullie zijn dankbaar voor het feit dat jij schoonheid mag doorgeven. Oh, wat een heerlijke boodschap, vind je niet? En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie allemaal, tjus, wees dankbaar en geef die schoonheid door.